Welkom dames en heren bij deze nieuwe aflevering. Dit is Skylanders Trap Team. En dit is de allernieuwste Skylanders die er maar is. Het vierde deel alweer en dit keer spelen we met Spyro. Dat gaan we niet lang doen, want er is namelijk een ander poppetje die we nu gaan verwisselen. Het is een beetje hetzelfde idee als Disney Infinity. Waarin je dus op een portaal een aantal poppetjes zet. En dit keer is het dus deze Trapmaster Skylander. Deze hoort dus bij de game Trap Team. En deze is ontzettend sterk en is nu al level 17. En het is de bedoeling dat we die gaan levelen naar 20. Maar we gaan eerst een level spelen om te laten zien wat is nou precies Skylanders. Klaar om mee te gaan met mij, Max? Yes. Cool. Ik zal blij zijn als we erachter komen waarom die doemstrijders Traptanium willen hebben. En ik ben nieuwsgierig naar die vis die Max opbad. Dus, aan de slag. Daar gaan we dus. Regenvis Riviera, dat is hoofdstuk 6, oftewel het zesde level uit de serie. Je hebt ook nog andere spelletjes, minigames, wow, arena's, dat soort dingen. Had op die storm. Yep, het regent pijpen stelen sinds die grote gemene regenvis opdook. Daarover gesproken, hoe groot is die regenvis eigenlijk? Zo groot! Lang geleden. Oké, dus we gaan nu op zoek naar die info-octopus, verslaan de piraten, worden niet opgegeten door de regenvis en zoeken een plek om te landen in deze storm. Oké dan, zal ik je eens een rondleiding geven? Precies. Ik ga even de tekst aanzetten, zodat jullie kunnen meelezen mocht er dus een beetje tekst komen. Soms kan je het Nederlands niet helemaal goed verstaan. Ik weet niet. Soms dan zijn het natuurlijk zo veel verschrikkelijke of hoe noem je dat? Ja. Ik weet niet hoe je het moet zeggen. Soms hoor je gewoon de stemmen niet zo duidelijk, vind ik. Of dan hebben ze zo'n groot accent dat je niet eens kan horen wat ze precies zeggen. We gaan hier zo praten. Oké dan, we gaan op zoek naar mijn octopus. Hij moet hier toch ergens liggen? Ik hoop dat die vis hem niet heeft opgegeten. Dat doet hij wel vaker. Dat doet hij wel vaker. Prachtig. Dit is dus een piratenlevel, toevallig. Van het element aarde zijn sterker in dit gebied. Nou, zoals je ziet gaan we dus hier deze monstertjes verslaan. Zouden ze dat voor ons doen? Dat weet ik niet, of ze dat voor ons gaan doen. Skylander! Gaan ze vermoorden, die monstertjes. Zo. En er komen elke keer andere monstertjes. Dus ze hebben heel veel zin. Dat is dus een baas, om het zo te zeggen. Dit is Brawlrus. Nou. Dat is dus de eerste baas die we hebben in dit level. Je hebt in elke level 3 bazen. Hij is op zich wel sterk. Maar hij heeft best wel een vervelende aanval. Hij schiet iets met kanonnetjes, maar ik denk nog één keer maar dat we moeten raken. En dan is hij verslagen, kijk eens. Brawlrus verslagen, zegt hij dan. Zet een tagval in het portaal. Je kan deze schurk dus vangen en dat is het nieuwe van Trap Team. Deze schurk te vangen. Wat is maar dat gaan we niet doen, we gaan hem niet vangen. Zo, dan krijgen wij premie opgeëist, krijgen wij 450 jij voor mij de coins. Jij kunt goed voor jezelf opkomen, Skylander. Heel goed. Mooi zo. Volgens mij ligt daar nog wat hout om de brug mee te repareren. Niet bepaald een super chique oplossing, maar hé, het werkt. Het werkt inderdaad. Een hele mooie oplossing is natuurlijk dat stukje hout wat je daar kan pakken. Pak dat eens even voor mij, Skylander. Pak dat eens even voor mij. Zo, dan pakken wij dat stuk hout. Huppakee. En dan nemen wij dat mee naar om een brug te bouwen. Nou, jullie kennen mij. Ik ben natuurlijk wel iemand van de achievements. Ik kijk ook meestal op Xbox van welke achievements moet ik hebben voor deze game. Dus ik dacht, we gaan samen eens even kijken naar Skylanders Trap Team. Ik heb er al een aantal gehaald. Maar ik wil toch eens even kijken of er nog meer zijn. Want we zijn namelijk level 6. En in elk level heb je een extra achievement. En deze achievement is destroy 4 stacks of pipes using the crane. Dus we moeten 4 pijpen vernietigen. Als we de kraan besturen op het rechters jacht. Dus laten we dat dadelijk gaan doen. Mochten we die kraan vinden, meld het even aan me. Dan gaan we dus voor die achievement. Dat is altijd leuk om die extra opdrachten te voltooien. We hebben de rug gebouwd. We gaan naar de overkant. En daar staat nog zo'n reptiel. Al
alle toast op een stokje. Je bent er. Hoewel ik zojuist besef dat we mijn info-octopus vast sneller vinden als we ons opsplitsen. Niets persoonlijks, ik zweer het. Nieuwjaar! Skylanders van het element ondood zijn sterker in dit gebied. Muntje pakken, we kunnen niet naar beneden. Huppakee. En zo kunnen we nieuwe gebieden kunnen we gaan bezoeken. Het zijn af en toe geheime gebieden. Hier zit nog een mannetje, wat wilt hij? Chongo! Met ogen in zijn handen. Psst, hey, jij. Ja, wat is er, maatje? Jij speelt niet vals, toch? Nee hoor. Wat brabbel ik nou? Natuurlijk speel jij vals. Iedereen speelt vals. Daarom speel ik nooit geen kaartspel meer. Al die valsspelers. Maar ik had ooit wel een idee voor een nieuw spel. Dat was zo wild en gek dat ik het alleen kon spelen in mijn dromen. En het enige wezen dat gek genoeg was om te spelen was de i5. Zorg dat hij mij eens op komt zoeken en dan laat ik het zien. Oké. Dat beest moet je dus vangen. En als dat beest, die kan je dan halen voor die man. En dan heb je die quest voltooid. Er zijn dus opdrachtjes in het spel. En daar aan de overkant zien we dus ook een portaal waar je dus een bepaalde Skylander voor nodig hebt om daar naar binnen te gaan. Die heb ik dus niet, dus ik kan het ook niet laten zien wat erachter zit. Wel heel slim om natuurlijk daarmee je geld te verdienen, want ja. Je kan natuurlijk net zo lang bij je ouders gaan zeuren totdat je die trap, dat je die bepaalde Skylander hebt. En daarom verkoopt die game heel goed. Waardoor er dus heel vaak, waardoor dit al het vierde deel is in de Skylanders serie. Skylanders van het element ondood zijn sterker in dit gebied. Hier staat nog een mannetje, wat wilt hij? Yo-ho-ho, 1000 bommen en granaten! Een Skylander! Ik neem aan dat je naar mijn sleutel op zoek bent. Als dat klopt, dan gaan we eerst een lekker potje skystenen pletten. Oh, dit heb ik gespeeld, Skylands pletten, want ik weet hoe je dat moet doen. Zo hoor ik het graag. Dan gaan we nu skystenen pletten. Yeah! Nou, dit is dus een soort Pokémon idee. Je hebt dadelijk monsters die je kan inzetten. Je gaat het gewoon zien. Je gaat het zeker zien. Het is mij uitgelegd vanochtend toen ik het spel even speelde. Het is helemaal niet moeilijk. Ronde 1. Nou, zoals je ziet hebben we allebei 10 levenspunten. En hij zet een kaart in. En wij kunnen dus, wij moeten dat monster verslaan. Nou, je ziet niet dat hij 2 schade damage doet. Deze doet 3 en deze doet 2. Dat mannetje heeft dus een schade van 1 die hij heeft. Maar hij gaat al 3 schade bij mij doen. Dus wat ik nu ga doen, is deze gebruiken. Nee, die ga ik niet gebruiken. Ik ga deze gebruiken op hem. Nee, zal ik dat doen? Wacht, ik weet het anders. Ik gebruik deze op die. Koekoeklakker. En dan zie je wat gebeurt. Ik blijf leven en hij gaat dood. Oh, ik ga ook dood. Oh. Slobbertrap. Dat was niet goed uitgerekend dan. Geef niet. We doen nu deze voor die. Walrus. Wat gaat er gebeuren? Ik blijf leven en hij gaat dood. Waarom ga ik ook dood? Ik snap het niet. Shrednought. Hij zet dus alleen maar sterke mannetjes in. Hij doet... Ja, ik kan hem inzetten. Maar dan zou hij niet dood moeten gaan. Ik ga die inzetten. Chef, we doen Pepperjack. Het. Vierbal. Wat? Lekker pittig! Wow. Ik blijf leven. Dat is mooi. Kijk, nu doe ik hem dus damage omdat er een open gat zit. Nu wordt het lastig voor hem. Want nu wil ik dus een nieuwe in gaan zetten. Deze. En die gaat dus 3 damage dadelijk doen. Maar die andere gaat nu 2 damage bij me doen. Let op wat er gaat gebeuren. En ik doe weer 3 damage bij hem. Je snapt het wel een beetje. Hij heeft nog 3 levens over en ik 8. That's her beak. Hij gaat dus nu nog eentje inzetten. En ik zou dus deze in moeten zetten voor de middelste. En als het goed is, zou hij dus nu nog maar 1 leven hebben. Nou, die zijn allebei dood. Oh nee, 1 dood. Mooi. Nou, dan win ik sowieso de volgende ronde. Ronde 6. Sheep creep. Sheep creep. En dan zet ik mijn laatste kaart in voor deze. En dan zien we dat ik ga winnen. Let maar op. Ik krijg trouwens weer alle hartjes erbij zelfs. En ja hoor, ik heb hem dik hard verslagen. Zelfs met min 1 hartje eigenlijk. Bukko verslagen. Dit ging heel goed.
krijg wat cash erbij. En granaten! Je wint! Maar ik ben een piraat van mijn woord en ik geef je toegang tot de sleutel. Bingo! Mooi zo. We mogen nu er doorheen, want we hebben gewonnen van hem. Hier zitten trouwens allemaal leuke kaartspellen hier in de lucht, zie je dat? We kunnen nog muntjes oppakken. Ik heb eigenlijk genoeg muntjes. Ik ga eigenlijk voor de level up, want ik wil 20 worden met dit poppetje. Maar om een beetje variatie dadelijk te tonen in levels, zal ik ook heel even met Spyro gaan spelen. Weet je wat? We doen dat gewoon nu eventjes. Ik pak de donkere Spyro. Dus dit wordt eigenlijk de Dark Spyro. De Dark Mega Ram Spyro. En die is ook wel best wel sterk. Maar zoals je ziet is die dus, beweegt die sneller. We hebben een verhaalmanuscript gelijk gevonden. Allemaal tussendoor. En we hebben een sleutel. Nee, we willen het niet lezen dit keer. Dan staat nog een mannetje. Ik weet niet wat dat mannetje wil van me. Kunnen we met hem praten? Nee, hij staat er gewoon voor de gein, denk ik. En dit mannetje staat er ook voor de gein. Dus ik denk dat ik verder hier niks kan doen. En dat dit een doodlopend stukje was. Dus we kunnen denk ik wel weer teruggaan waar we vandaan kwamen. Dat is door deze tunnel heen. Waar is iets aan de monsters gekomen? Een groter monster ook. Verslaan! Kom op! Het is een sterk monster als je ziet. Ik ga jouw hersens leegmaken. Oh jee, Maskermind, de nieuwe baas. Krijgen we een nieuwe baas nu? Een echte hersenkraker. En even kijken, hoe gaan we die verslaan? Door hem simpelweg met vuur te bestrijden. Hij gaat heel snel weg. Ik heb het gevoel dat hij best wel sterk is. Zo. Maar we hebben hem met gemak verslagen. Ik ben natuurlijk ook level 20 al met Dark Spyro Ram. Zet een ondoodval in de portal om deze schurk te vangen. Nou, we willen deze schurk niet vangen. Dus ik ga hem niet vangen. Dan krijgen we wel een premier van 500. Dat is het geld wat we krijgen ervoor. En we krijgen een nieuwe Skysteen met dit poppetje erop wat we hebben verslagen. Dus mochten we Skystenen gaan spelen het spel, dan zal dit poppetje wat we net verslagen hebben op de steen komen. En dan kunnen we daarmee aanvallen. Ik heb de eerste sleutel. We moeten nog eentje vinden. En waar is de volgende? Ho, wacht eens even. Ik moet je nog iets belangrijks vertellen. Sommige van die gebouwde bruggen kun je hergebruiken. Pak gewoon de oude op als je er klaar mee bent. En zet hem ergens anders neer. Oké, dat is dus een beetje het puzzeltje. We moeten de oude brug gewoon kaart vernietigen. En dan met RT, kijk. En dan pakken wij hem gewoon op. En dan plaatsen we hem ergens anders. Oké, hey, dat is grappig gedaan. Hier beneden kan je trouwens ook nog ergens heen. Ik zie er allemaal puzzeltjes of muntjes. Misschien is het hier nieuw. Kan ik hier de afvalwaterbaai? Heb ik nieuw vrijgespeeld? Kan ik hier nog ergens heen? Nee, dit is allemaal... Hoe kom ik nou weer terug? Dat is wel een mooi vraagje wat ik mezelf ga stellen nu. Ben ik vast hier in die baai? Nee. Oh, een kistje. En er zit nog een extra muntje. Kijk, allemaal dingen die ik nog niet heb gezien. Huppakee. Je hebt een zieljuweel gevonden. Nieuwe kracht vrijgespeeld. Nou, kijk eens. We hebben nieuwe kracht. De volgende keer gaan we verder met het level. Vergeet geen like achter te laten. En met 100 likes gaan we gewoon een deeltje 2 uploaden voor jullie. Dus volgende keer hopelijk zijn we weer bij je terug. Meer dan 100 likes is dus een nieuwe Skylander video. En gaan we het level afronden. Tot dan, doei doei!